Beraadslaging. Voorzitter, de Kamer gehoort de beraadslaging, overwegende dat er helaas nog regelmatig sprake is van discriminatie en dat vaak mensen uit minderheden hiervan slachtoffer zijn. Constaterende dat er jaarlijks een monitor antisemitische incidenten wordt uitgebracht, verzoekt de regering om in overleg met betrokken partijen te komen tot jaarlijkse monitor islamofobie en gaat over tot de orde van de dag. Deze motie is mede ondertekend door mevrouw Van Kooten-Arissen. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Gehoord de beraadslaging, constaterende dat lobbygroepen... Voordat u verder gaat, de heer Bosma. Ja, ik wil me alvast aanmelden. Ik ben zeer islamofobisch. Maar de islam is een ideologie die al 1400 jaar heel veel slachtoffers eist en intolerant is en andersdenkenden laat vermoorden. Het is een opdracht van de islam. Elk zinnig mens is toch islamofobisch? Mevrouw Öztürk. Öztürk. Öztürk, ja. Ja. Dank u wel, voorzitter. Dat is de visie wat de heer Bosma hanteert en ik sta daar volledig aan de andere kant. Islam is een religie zoals al die anderen en iedere religie heeft ook wat terroristische kanten of dwingende kanten. Dat geldt voor alle religies, dus ik zou het daarbij willen laten, voorzitter. De heer Bosma. Nee, dat geldt niet voor alle religies. Mevrouw Özetuk gaat nu een beetje generaliseren om eronder vandaan te komen. Als je gewoon kijkt naar de Koran en de opdrachten die daarin staan. Als je kijkt hoe vervolgens dat wordt uitgevoerd. Dan kun je gewoon vaststellen dat de islam een bloeddorstige en intolerante en antidemocratische ideologie is. En het is toch heel normaal om tegen die ideologie te zijn. Er zijn ook mensen die zijn tegen het nationale socialisme of er zijn mensen die zijn tegen het communisme. Ja. Het is toch gewoon een fundamenteel mensenrecht om tegen een ideologie te mogen zijn. Waarom moet er een meldpunt komen voor mensen met een bepaalde mening? Het gaat toch in tegen de liberale rechtsstaat? Mevrouw Özetok. Ik heb het gevoel dat de heer Bosma echt heel veel dingen hier door elkaar haalt. Ik blijf de islam als een religie zien, dus daar wil ik het bij laten. En de vrijheid van iedereen om welke religie dan aan te hangen, meneer staat Bosma, iedereen vrij. Dit is een tweede termijn. Voorzitter, het gaat om een motie en het staat u vrij om daarvoor of tegen.